Hoe dicht er tegenaan moet ik zitten? 20, 30 centimeter. 20, 30 centimeter? Maar, ja. Maar je hebt toch ook nog die boef die misschien helemaal niet kan rijden? Die kan ook van anders doen. Dat klopt. Stel je voor, de politie betrapt een boef bij een inbraak. Maar die boef die gaat er vervolgens vandoor. Ja, dan gaat de politie er natuurlijk achteraan, want ze willen die boef stilzetten. Actie. Maar ja, wat gebeurt er als die boef vervolgens de snelweg opgaat? Dan wordt het een stuk gevaarlijker. Dan roepen agenten de hulp in van collega's die een speciale rijopleiding hebben gehad. En dan gebeurt er dit. Ja, dat klemrijden, dat noemen ze bij de politie inboxen. En dat ga ik vandaag dus ook leren, toch Guido? Jazeker, dat klopt. Oké, vertel eens, wat hebben we nou net gezien? Nou, wat we net gezien hebben is dat er in ieder geval een verdachte die op hoge snelheid weggegaan is. Dat die is ingeboxd op 3 voertuigen. Eentje erachter, één ervoor, één ernaast. Hoe gevaarlijk is het? Nou ja, als iemand een verkeerde stuurbeweging maakt, is dat natuurlijk heel erg gevaarlijk. Want het nadeel kan zijn dat je een hele grote aanrijding krijgt. En dat zijn de gevolgen natuurlijk niet overzien. De auto die ernaast rijdt is eigenlijk de gevaarlijkste auto waar jij zo meteen in gaat rijden. Oké, ik ben benieuwd. Oké, 3 politieauto's in de achtervolging. 2 halen de boef in, gaan tegelijk naar binnen en sluiten hem in. Nou ja, we gaan eerst maar eens oefenen met zo dicht mogelijk naast een auto rijden. Want dit is onze auto vandaag. Daar gaan wij in oefenen. Oké. De bedoeling is dat we zo meteen naast deze auto aankomen rijden. Op 20 centimeter? 20 centimeter. Oké. De politie is even onze boef. Dit is nu eventjes onze boef, ja. Nou, zullen we maar gewoon een keertje proberen. Ja. Dan kun je gas geven. Niet te veel gas. Nog meer naar links, nog meer naar links, nog meer naar links. Dan heb je nu je snelheid ongeveer gelijk. Een beetje bijremmen. En stuur hem maar naartoe. Ietsje meer naar voren. Stuur hem maar naartoe. En dan merk je al dat het eigenlijk best wel lastig is. Ja, om hem daar te houden. Ja, te veel, niet te veel, niet te veel. Want nu schiet je er dus voorbij. Dit met je voet. Rustiger aan. Rustiger aan. Ietsje naar links. Minder met je voet in één keer zo. Hij is gevoelig. Dit is ongeveer de positie die je wil hebben. Oké. Neusjes. Want daar zit zeg maar de spiegel van hem, die zit ter hoogte van onze deur. Oké. Beetje gang maar. Dit is een mooie positie. Niet verder naartoe, een beetje naar links. Links. Je zit er nu tegenaan. Links naar links. Maar dit is dus de reden waarom we zeggen, je moet wel een beetje handigheid met een auto hebben. En minimaal dan die opleiding hebben gevolgd. Ja, want voel je nu aan mij dat ik dat echt heel erg tekort kom? Nou ja, je mist zeg maar het gevoel in de auto. En het gevoel van hoe ver zit ik van die auto af. Ja, geen idee. Nee. Nou, Rachel. Ja, Guido. Hoe ging het? Je vond het in ieder geval nog heel erg onwennig om even lekker goed gas te geven. Om je snelheid gelijk te houden. En op het moment dat je naar voren toe komt te rijden en dat je dan uiteindelijk aanmeert, dat je het heel lastig vond om de positie vast te houden. Ja, oké, daar moet ik even aan gaan werken. Daar moet je zeker aan gaan werken. Dat die snelheid stabiel blijft. Ja. De volgende oefening is dat we achter elkaar aan komen te rijden, maar dat wij als achterste auto heel dicht op onze voorganger gaan rijden. Hoe dicht? Heel dicht. Denk aan je handen op het stuur. Dichter erop. En rust nu. Heel langzaam er naartoe. Dichter erop, dichter erop, dichter erop, dichter erop. Yes, dit is hem. Beetje meer gas, niet te veel. Hoe voelt het voor je? Ja, prima. Dit voelt prima. Ga je dit op de openbare weg ook doen? Nee, dit ga ik natuurlijk niet op de openbare weg doen. Nee, want als hij nu remt, ja, dan ben je altijd te laat. Maar je merkt wel dat het gevoel van het gaspedaal nu een stuk beter is. En dat je dus ook heel vloeiend nu naar de achterkant van die auto kan rijden en ook je snelheid vast kan houden. Ben ik klaar voor het echte werk? Om met 3 auto's achter een boef aan te gaan? In de praktijk? Nee. Voor hier op het terrein om de oefening aan elkaar te knopen, dat gaat wel goed komen. Voor de laatste oefening gaan we deze oefenboef klemrijden. Johnny M. Net vrijgelaten heeft hij gelijk weer een inbraak gepleegd. En met de buit gaat hij er weer vandoor in een hele snelle auto. Dit voor alle eenheden. Zojuist een zwarte voertuig weggereden bij een inbraak. In de richting van de A28. Het gaat om een snel voertuig. Zwart van kleur. Dus ook om uit te kijken en bij contact bericht aan OCO. 1.8. En er staat een voertuig in zicht. Voertuig 2 en 3 zijn weer aangesloten.
maar een beetje gas bij. Nu. We gaan. Naar links. Oh, kom maar af. Geen gas, geen gas, geen gas, geen gas, geen gas, geen gas. Handen naar buiten, handen naar buiten, kom op. Hey, handen naar buiten, kom maar. Die hebben we mooi ingebokst. Oké, Guido, hoe heb ik het gedaan? Erg netjes. Ik zeg 6,5. Wat? Dat is een voldoende. Ja, dat klopt. Hoezo geen goed? Waarom geen 8? Waarom geen 8 of een 9? Nou, omdat het moment dat je de bocht doorkwam, had je nog net iets meer op die bumper kunnen gaan zitten van de auto voor ons. Waardoor je echt baksteensgewijs aan kan komen rijden om echt met z'n tweeën tegelijkertijd die verdachte op te kunnen sluiten. Dat had het een 9 gemaakt. Dus nog een keer? Ja. Actie. Stop. Beetje naar achteren. Ja, stop. Ten opzichte van net, wat vond je ervan? Ja, mijn collega's deden niks verkeerd. Ik heb geleerd altijd dat je de schuld bij jezelf moet zoeken, maar... Ja, oké, het ging iets minder goed. Jij was heel erg gefocust op die auto voor je. Ja. Daar wil ik bij blijven, daar wil ik bij blijven. Ja. En daarbij vergeet je het oog te hebben voor de boef die we moeten hebben. Waardoor je voorbij de verdachte, de boef die we moeten hebben, geschoten bent. Je hem ook niet goed kon opsluiten. Maar het zou mooi zijn dat je meteen die boef goed kon opsluiten. Zodat hij geen kans meer heeft om weg te komen. Welk cijfer? 5. Oké, we vergeten deze, oké? 6,5. Wat een mooie voldoende. Nou, ja. Dat voor de eerste ja, keer. Ja, toch? Eigenlijk zeg je gewoon, nou, doe maar niet. Ik zou het in de praktijk niet doen, hé. Nee, precies. Ik zou er even meer oefenen.